Ik wist nog niet dat het bedrag zo hoog was. En toch riep ik al, we hebben gescoord. Maar het is werkelijk waar. Het is 103.175,00. Dat bedrag werd afgelopen maandag opgehaald voor Clinic Clowns tijdens de jaarlijkse benefietavond van FC Groningen in Autoborg. Directeur Hans Nijland van FC Groningen was na afloop trots. Ja, weet je, misschien is dat nog veel leuker dan voetbal. En dat is onze business, daar gaan we voor en je wil presteren. Maar dat je ook een steentje mag bijdragen aan alles wat er om je heen gebeurt. Hè, maatschappelijk en vanavond voor de Clinic Clowns, ja, dat... Ik denk dat iedereen die hier vanavond was, dat raakt je diep en dat is hartstikke mooi. Clinic Clowns laat zieke kinderen weer lachen om pijn draaglijk te maken. Het is het minste wat je kan doen. Het is een hele kleine bijdrage die je levert, maar het is zo'n goed doel. En als je nagaat dat je met jouw 20 minuten, half uurtje optreden, kan meehelpen om zoveel geld op te halen voor de Clinic Clowns, dat ik echt een van de mooiste instituten vind in het jaar, dan is het echt een hele kleine moeite. Geld inzamelen ging onder andere via een verloting, maar daarvoor moesten eerst de loten nog worden verkocht. Dat werd gedaan door topsporters of voormalig topsporters. Judoka Henk Grol, kickbokser Sam Schild, schaatser Gianni Romme en Sergio Pat en Etienne Reijnen van de FC. Trainer Ernest Faber mocht de verloting verrichten en niet zonder succes. Nummer 21-31. 21-31. Ja, ik heb toevallig... Een eigen prijs. Mijn vrouw had hetzelfde lot. Maar goed, dat lot hadden we ook al een aantal jaren geleden, dus dat kwam goed uit. Dus ja, wat gaan jullie doen? Een weekendje weg, begreep ik? Nou, we hebben weinig weekendjes, want uiteindelijk moeten we de eindsprint aangaan met FC Groningen. We hebben nog twee kinderen die een mooie leeftijd hebben. Dus we gaan beginnen met 1000 euro. We gaan meteen flink beginnen. Ja toch? Ja. Onder leiding van Jacques D'Ancona en Carrie ten Napel was er ook weer een veiling. Zo kon er geboden worden op een meet and greet met Arjen Robben. Dit was gewoon zo'n geweldige avond voor de Clinic Clowns. En er werden zoveel mooie dingen aangeboden en gedaan. We hadden eigenlijk Arjen daar nog niet over gesproken. Dat wij toch in de tussentijd even snel contact met Arjen gehad hebben. En die zei van nou, bied maar een mooie wedstrijd en een mooi geheel aan. En bied het maar voor de kavel aan. En dat hebben we gedaan. En dat was zomaar een hoogste bieder. Ja, ik dacht deze kan ik niet laten lopen. Uiteraard sowieso voor het goede doel. Ik kom uit Bedum en ik heb een zoontje die helemaal gek is van voetbal en natuurlijk van Arjen. Dus ja, ik heb alles geprobeerd om de kavel te bemachtigen en ik ben heel blij dat het gelukt is. Om opnieuw een recordbedrag te realiseren, bood Ernest Faber tot slot een oefenwedstrijd aan tegen zijn selectie. Daarmee eindigde de benefietavond wederom in een groot succes. We zijn blij dat we iets hebben terug kunnen doen voor Stichting Clinic Clowns. Ik denk dat we moeten een wedstrijd aanbieden namens de spelersgroep, namens de staf en zoals we hier met z'n allen bij elkaar zijn. Dit geweldige initiatief vanuit FC Groningen. Een mooie oefenwedstrijd aan het einde van het seizoen. En er is een mooie bot op uitgekomen, dus we zijn daar zeer blij om.